flesje pakken. Ik denk dat we dit net kunnen halen. Dan voor de shotgun springen. Kom op! Kom op! Ah! Na een jaar. Jullie vragen je waarschijnlijk al. Wie is er terug? Nou, hij. Jullie kennen hem waarschijnlijk vast nog wel. Maar als je hem nog niet kent. Ah! Ah, man, ik word gesqueezed. Guys, ze hebben een nieuwe game uitgebracht. Een hele nieuwe game. Genaamd Sleeping Deeply. Ook wel heel diep slapen. In de vorige game liet deze dude bijna zijn bier vallen. Wij moesten hem proberen wakker te maken. Zodat hij zijn biertje kon redden. Gewoon best wel leuk. En vandaag is het gewoon weer tijd. Hebben jullie er zin in? Smash dan zeker weten op een duimpje omhoog. Ik kan hier meerdere afleveringen uithalen. Vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te klikken. Zijn jullie er klaar voor? Hebben jullie er zin in? Dan is het nu tijd voor Suicide Guys. Zijn we dan weer in onze snackbar. Dit is heel lang geleden dat ik hier ben geweest. Hier kunnen we namelijk alle levels proberen te kiezen. Maar waar vinden we alle levels? Kunnen we dat bij deze hamburger? We aten gewoon die hamburger op. Waarom ook niet? We hebben honger vandaag. Kan de rest er ook wel eens bij. Eet smakelijk, jongens. Maar we gaan eventjes op zoek naar de allereerste level. En dat is volgens mij dit. Wacht eens eventjes. Waarom zie ik daar weer een biertje? Moeten we alweer een biertje redden? Hey, dat gaat me zeker weten lukken. Ik hou wel af en toe van een ijskoud biertje. Maar laten we dan naar de allereerste level gaan. En het is zo te zien een buggy, een auto. Oh. Disclaimer. Doe dit thuis niet na. Geniet van het leven, jongens. Geniet van het leven. Waar zijn wij nou? We zijn sowieso beland in een woestijn. Maar waar zijn we? Hallo, is daar iemand? Zit daar nou in de verte een zandstorm? Ik heb geen flauw idee hoe we hier uit gaan komen. Hoe we wakker worden. Maar we zitten... Oh, nee. Hier gaan we eventjes uitstappen. Zie je weer de radio. Kom hier, radio. Ik kan de radio er niet uithalen. Het zal allemaal wel. Maar we stappen eventjes in. Want ik ben benieuwd. Hoe gaan we hier dood? En... hoe rijden we, jongens? Waarom kunnen we niet rijden? Wacht eens even. We kunnen dit hier blijkbaar oppakken. Dus dat gaan we eventjes mooi doen. Moeten we dat in de auto plaatsen? Dat moet zo te zien. Oh! We gaan dus onze auto eventjes helemaal repareren. Moesten we de motor voor inplaatsen? Volgens mij was dat toch de bedoeling. Maar we gaan eventjes kijken naar andere spulletjes. Want die moeten we hier dan sowieso vinden. Maar de motor zit er al in. Zouden we nu enigszins kunnen rijden? Yeah! Oké, dit is zo baan. Maar mijn vraag van vandaag is... hoe gaan we dood? Disclaimer! Ik zei dit niet nadoen, hè? Geniet van het leven. Laten we dan een maniertje vinden om dood te gaan. Wat zie ik hier in de vet? Ik zie daar een steen. Zouden we daar tegenaan moeten knallen? Dat gaan we doen. Oh! Oh! Wij gaan daar gewoon volop tegenaan knallen. Ik wil mijn biertje redden. En ik zal mijn biertje redden. 3, 2... Waarom stap ik nou weer uit? Oh my god! De spijkers zijn verdwenen. Wat als ik nu weer instap? Die zijn weg. Hoe gaan wij dit nou weer fixen? Moeten wij hier opstaan? Dit is een beetje raar. Dit is een beetje vreemd. Hoe krijgen we dit nou weer omhoog? Wacht eens even. We kunnen dit waarschijnlijk openen. We kunnen hier naar beneden. Laten we naar beneden springen. We zijn gewoon beland in een dungeon. Ze maken het niet echt makkelijk om uit mijn droom te komen. Laten we gewoon springen. Wij gaan dit in één keer halen. Ik ben een Minecraft pro. De end is neer. Het einde is in zicht. Hoe voel ik? Oh, dit is zo te zien een schommel. Dit houdt me niet tegen. Ik zal alsnog uit mijn droom komen. Want dat biertje zal ik redden. Mijn naam is Ronald Fledder. En ik ben geen bierenbul. En dit moeten we dan eventjes sneller doen. En hupsakee, we did it. Ze hebben dit wel heel spannend gemaakt. En ik zie hier een nieuwe motor. Die kunnen we waarschijnlijk meenemen. En die moeten we dan waarschijnlijk ook in onze auto plaatsen. Ik doe alles voor een biertje. Ik doe alles om mijn leven te eindigen. Klinkt heel duister. We gaan nu naar boven. Wij gaan deze motor gewoon meteen in onze auto plaatsen. Maar mijn vraag is, hoe ga ik nu dood? Maar laten we deze hier in plaatsen. Zouden we nu nog sneller kunnen? Laten we eventjes kijken. Wow! Oh my god, ja, dat kan. Dat kan. Ik denk dat we nu genoeg vaart hebben. Genoeg vaart om met onze autootje daar tegenaan te knallen. We can do this, guys. We can do this. Oké, daar gaan we. Kom op, zeg dat we dit net halen. We gaan het net halen. We waren te laat. We zijn te laat. Maar wat missen we hier dan nog? Ik moet hier voorin wat nog plaatsen. Ik zie daar in de vette een doosje. Waarschijnlijk moeten we daarheen. Daar moeten we dan toch sowieso wel wat vinden. Wat zal dat zijn? Ik ben enorm benieuwd. Dat zijn ook een aantal stekeltjes. Oh, bijna. We gaan er... Nee! We worden weer gedist, hè? Maar we zien hier weer een shell. Dus we kunnen hier naar beneden. Misschien vinden we nu iets waardoor we dood kunnen. Oké, een deur. Hoe gaan we dit openen? Oh, hier is gewoon een lever. Hoppakee. En de deur gaat open. Ik zie daar wat in de vette. Wat is dat eigenlijk? Gaat dat mij helpen om dood te gaan? We springen hierop. Oké, dit gaat nu wel van makkelijk worden. Minecraft.
Dat knip ik eruit. Ik heb geen flauw idee wat dat is. Zal dat weer iets voor mijn motor zijn? Het is een statue. Heb ik mijn best gedaan voor een statue? Ben ik boos? Ben teleurgesteld? Ik heb geen flauw idee op dit moment. Volgens mij missen we wat. Ik wil dood! Maar dan moeten we dan denk ik ergens anders een locatie vinden. Ik zie daar weer een gebouwtje. Oh, we zijn gered. Oké, we hebben volledige snelheid. Kunnen we dit net halen? Natuurlijk halen we dit net niet. Hey, hier moeten we waarschijnlijk zijn. Hier zijn wij nog niet geweest namelijk. Oké, wat zie ik daar in de verte? Een nieuw motortje. Oh. Die wil ik hebben. Die wil ik super graag hebben. Want ik wil... Danger. Oeh, gevaar. Daar hou ik wel van. Ik ga in gevaar voor mijn eigen biertje. Ja, dat doe ik. Moet die aan een lever trekken. De deur gaat open. Oh. En we moeten weer verder parcouren. Oh. Oh. Zijn we er bijna al? Ik wil nu niet vallen namelijk. Want dan moet ik deze hele parcours alweer opnieuw doen. Maar ik heb een goed gevoel over. Ik zie daar weer een lever en daar is de volgende deur. Ik denk als we deze lever overhalen, zullen we eindelijk onze motor krijgen. Halleluja. Dat knip ik er ook uit, jongens. Spring and we did it. Hey! Het duurde me eventjes, maar I did it. Dankjewel, dankjewel. We halen de lever over. Oh my god. Hebben we dan nu eindelijk de motor die we nodig hebben? En ja hoor, die nemen we gewoon eventjes meteen mee. Nu dat we deze hebben, heb ik het gevoel dat we onszelf straks kunnen afmaken. Deze plaatsen we er nu ook op. En ik denk dat we nu snel genoeg zijn. Oh my god. Ik ben er klaar voor. There we go. Land in onze eigen snackbar, dan is het nu tijd voor level 2. En ik zie hier een looping. Oeh. Dit ziet er spannend uit. Ik heb alles over om mijn biertje te redden. God, wat is dit nou weer? Dit is zo te zien de goal. We hebben zo te zien een shotgun nodig. Gaan we onszelf neerknallen? Dat wil ik niet. Wat als we op start klikken? Wat zal er gebeuren? Moet ik dan snel hier een balletje duwen? Oh. Dit is dus een automatisch leveltje en we moeten erbij blijven. Radio, kan ik je uitzetten? Ik loop gewoon door je heen. Waarom ook niet? Wat als we dit heel langzaam doen? Wat? Nee, alweer niet. Wij moeten heel langzaam dit balletje duwen. Die maakt zijn eigen parcours af. En ondertussen moeten wij ook parcouren. En wij moeten net zo snel als het balletje zelf zijn. Hij mag er nu niet afvallen. Okay. Daar gaat hij. Laten we ondertussen nu gaan parcouren. Ik denk dat dit de bedoeling is namelijk. Oh, dit is voor mijn echte bedoeling. Nee, ik ben gevallen. Nee. Zo, heb ik je. Oh. We lopen weer verder. Waar moet ik heen? Moet ik hier opspringen? Wow! Dit is wel makkelijk. Dit is easy. Maar wat zal het volgende zijn wat ik moet doen? Oh, hier is weer een platform. En dat hebben we ook gewoon weer gehaald, hoor. We zijn lekker bezig. Ik moet toegeven, deze leveltjes zijn echt heel creatief gemaakt. Chapeau, chapeau. Supersnel. Ik heb een goed gevoel. Ik zie de shotgun daar in de verte. Ik zie dat we hier naar boven moeten gaan. Oh my god. Nee! Is dit serieus? Is dit serieus? Ik ben gevallen. Geweldig dit. Zeg alsjeblieft niet dat ik dit opnieuw moet doen. Alsjeblieft. Het gevoel dat we dit nog wel enigszins kunnen halen. Denk ik tenminste. Want ik weet niet hoe ver het balletje nu zelf is. Want ik wil... Oké, daar was het balletje dus. Het balletje heeft de shotgun al laten afgaan. We zijn nu supergoed met z'n allen bezig. Ik heb het gevoel dat ik het nu wel ga halen. Want we waren net namelijk bij het einde net. Dus ik heb het gevoel... Kom op! Ja! Oké, die moesten we halen. Daar ging het de vorige keer namelijk fout. Zeg alsjeblieft dat ik het haal. Zeg alsjeblieft dat ik het haal. Ik mag dit niet verprutsen, want ik wil mijn biertje redden. Mijn biertje is mijn allerbeste vriend. En we springen hierop. Oh! Ik heb het gevoel dat we dit gaan halen. Ik ben... Nee, shit! Nee! Oh man, waarom, waarom, waarom? Ik was zo ver. We zijn er weer. Ik ga het nu niet verprutsen. Dit stukje met dat ding is zo vervelend. Ik wil het halen. Ik zal dit leveltje halen. Ik zal dit leveltje halen. Let's make beer great again. We can do this. Hij komt weer aan. Ik moet dit rustig doen. Oké. En nu moet ik hier goed proberen op te belanden. Oh, daar viel ik weer bijna. Ze hebben het niet makkelijk gemaakt. Ze hebben het echt niet makkelijk gemaakt. Daar is letterlijk het einde. Kom, niet zo flauw doen. Daar is letterlijk het einde. Oh, en spring. Oh, en nu moeten we het liftje pakken. Ik denk dat we dit net kunnen halen. Dan voor de shotgun springen. Kom op, kom op. Ah. Ja, ja. We did it. Oh my god. Dit was oprecht spannend. GG. Dit was een heel leuk leveltje. Ik zal mijn biertje redden. Wat zal de volgende level zijn? We hebben nu level 2 gehaald. En waar is level 3? Level 3 is hier. TNT. Oké, ik hou wel van TNT hoor. Geweldig leuk ding. Zal ik dat biertje ooit eens redden? Zal ik het ooit eens redden? Daar gaan we achterkomen. Daar gaan we achterkomen. In de volgende aflevering van Suicide Guy. Willen jullie nog een deel smissen? Zeker weten op een duimpje op. Abonneer natuurlijk op mijn kanaal voor meer van zulke vette video's. Heb je deze video nog niet gezien? Schaam je diep. Doe dat dan zeker weten. Abonneer hier en de video eronder.
meesterwerkje. Zeg mensen, bedankt voor het kijken naar een nieuwe aflevering van Suicide Guy. En tot de volgende aflevering. Doei!